Peter Lendering, je bent vanmorgen 11e geworden op de 1500 meter. Wat vond je ervan? Het is natuurlijk niet helemaal wat je verwacht had. En zeker niet naar hoe ik hiervoor was. Kun je even heel kort toelichten hoe jouw race verliep? Ik stond aan de start. Ik had niet helemaal het gevoel wat ik anders had. Niet helemaal vertrouwd. Ik startte weg. Oh, niet gek, zeg maar. Ik wist dat het een echte sprinter was. Hij had namelijk de 500 meter gewonnen. Ik kan me erop voorbereid dat hij overheen zou kruisen. Ik had wat missetjes in de bochten, waardoor ik mijn hand een paar keer aan het ijs moest doen. Dan wordt het nogal zwaar. En voor de rest kwam ik gewoon totaal niet in mijn slag. Misschien ook door mijn hoofd, dat het niet helemaal lekker zat. Maar ook, ik kon mijn hoeken niet helemaal pakken. Het zijn allemaal opeenstapelingen, waardoor het even niet lukte. Je toernooi is nog niet over, want je hebt nog twee afstanden. Welke zijn dat? Twee onderdelen eigenlijk. Ik rijd de 3 kilometer nog. Dat is dan de afstand en de massastart. Een mini-marathon. De 3 kilometer kijk ik heel erg naar uit. Het is wel iets wat zeker heel goed kan gaan. Mijn 1500 meter zegt totaal niks over de 3 kilometer. Dus ik ben ook totaal niet bang over dat de 3 kilometer misschien ook niet helemaal lekker loopt. Het mooie aan de 3 kilometer is dat je er niet volle bak in hoeft te gaan. Dus ik kan goed mijn slag opzoeken, goed mijn timing krijgen. En dan schaats ik dus niet te gehaast en dan gaat alles kloppen en dan komt het goed.